Hoi, ik ben Robin en welkom bij Python in de klas. In deze lesvideo gaan we eventjes inzoomen op die voorwaarden en komen er een aantal operatoren bij. We gaan namelijk kijken naar hoe kunnen we in een voorwaarde verwerken dat iets gelijk is aan iets anders of niet gelijk is. Hoe kunnen we vergelijkingen maken in een voorwaarde? We gaan dus gebruik maken van de operatoren gelijk aan en uitroepingsteken gelijk aan. Straks iets meer over die eigenaardige schrijfwijze. We gaan samen de voorwaarden opstellen en we gaan dat dus ook eens uittesten in een oefening. Maar we gaan ook eens kijken naar datatypes, want daar zullen we ook heel hard voor moeten opletten wanneer we deze operatoren gebruiken bij het opstellen van een voorwaarde. Die operatoren, we hebben er al in de vorige lesvideo's over de if-functie, else-functie en de else-functie over gesproken, die kan je gebruiken bij het opstellen van een voorwaarde. We hadden al groter dan of gelijk aan, kleiner dan, maar nu komen er daar twee kadetten bij. Dat zijn namelijk gelijk aan en niet gelijk aan. Gelijk aan maakt gebruik van dubbele aan, dubbele gelijkheidstekens. Ziet er eigenaardig uit, maar is, als je erover nadenkt, best wel logisch. Want het enkelvoudig gelijkheidsteken is in de Python-taal al bezet. Dat gebruiken we namelijk om te zeggen van kijk, we hebben hier deze data en we gaan deze data in deze variabele plaatsen. Bij het aanmaken en declareren van variabelen gebruiken we namelijk al de enkelvoudige gelijkheidsteken. Dus die is bezet. Hoe wil je dan precies zeggen dat iets gelijk is aan iets anders? Dat een bepaalde variabele dezelfde waarde heeft als een andere variabele? Wel, dan gebruiken we gewoon twee gelijkheidstekens. En niet gelijk aan? Wel, dan gebruiken wij uitroepingsteken, gelijkheidsteken. En dan weet je van, ah, dat is niet gelijk aan. Duurt eventjes om in de vingers te krijgen, maar als je erover nadenkt, is het best logisch. We hebben een nieuwe uitdaging. Opnieuw een soort van webshop. Op een webshop krijg je de vraag om op het einde een soort kortingscode in te voeren. Met de code november10 krijg je 10% korting en met de code twitch20 krijg je 20% korting. Dus we kunnen het bedrag naar beneden halen als we een kortingscode toevoegen. Dat betekent dat we hier werken met twee voorwaarden en opnieuw drie opties. Wat zijn de drie opties? De drie afritten die we eigenlijk kunnen programmeren in onze code. Optie 1, we gebruiken kortingscode 1 en we krijgen 10% korting. Optie 2, we gebruiken kortingscode 2 en krijgen zo 20% korting. Optie 3, we gebruiken helemaal geen code en betalen volle pot. Dus we hebben twee voorwaarden en hier drie opties. Hoe ziet dat eruit als we dat schematisch moeten voorstellen? We hebben opnieuw ons algoritme. Wel, dit algoritme starten we met we lezen de kortingscode in. Als de kortingscode gelijk aan november 10 is, dan gaan we die prijs maal gelijk aan 0,9 doen. We zitten hier met een nieuwe voorwaarde. Als je eventjes let op die voorwaarden, dan staat daar als het gegeven, de data die in variabele kortingscode zit, als die data gelijk is aan, en dan de string november 10. Je moet hier dus opletten dat je de aanhalingstekens gebruikt en november 10 is wel degelijk een string, een reeks aan karakters. Dus opgelet met die datatypes. In de vorige oefeningen hadden we die niet nodig, want we werkten daar met numbers, integers, floats, dan heb je die aanhalingstekens niet nodig. Hier dus wel. Je vergelijkt wat in variabele kortingscode zit met een string. Die string heeft de aanhalingstekens. Een tweede nieuwigheid die we hier zien. Wel, we hebben hier een nieuwe notatie. Die nieuwe notatie, en ik zal mezelf eventjes verplaatsen. Die nieuwe notatie leest prijs maal gelijk aan 0,9. Wel, dat is een nieuwe notatie. En die nieuwe notatie is eigenlijk hetzelfde als prijs is gelijk aan prijs maal 0,9. Dus wat hier eigenlijk staat, is prijs is gelijk aan prijs maal 0,9 of prijs maal gelijk aan 0,9. Dit kan je ook anders toepassen. Bijvoorbeeld als je een verzendkost moet betalen, zou je kunnen zeggen bedrag is gelijk aan bedrag plus 4. Of je zou gewoon kunnen noteren, wel bedrag plus gelijk aan 4. De Python compiler zal dat lezen als bedrag is gelijk aan bedrag plus 4. Dat lost een klein beetje dat dubbel gebruik van die variabelen op. Het is een eenvoudigere of snellere notatie. Maar voor de rest dezelfde functionaliteit. Als we dit in een schema gieten, dan ziet dit er als volgt uit. We lezen het aankoopbedrag in. We lezen ook eigenlijk de code in. Als die kortingscode gelijk is aan november 10, krijgen we 10% korting. 11, anders als de tweede afslag. Kortingscode is gelijk aan die Twitch 20, wel, dan komt daar 20% korting. En anders krijgen wij geen korting. Dus één voorwaarde, twee voorwaarden en dan een derde optie
Opgelet, je hebt hier dus nood aan die dubbele gelijkheidstekens en we vergelijken met een string, die aanhalingstekens moeten er natuurlijk staan. Die syntax lijkt heel hard op wat we in de vorige video's hebben gezien, als mijn naam van mijn functie, mijn voorwaarde, kortingscode gelijk aan november 10, dus variabele, operator, en dan mijn string. We sluiten af met een dubbelpuntteken en dan via de indent zie je welke stappen horen, welke acties horen bij welke voorwaarden. Dus opnieuw hetzelfde, we hebben daar de naamfunctie, de voorwaarde, dubbelpuntteken en de acties. Met, opgelet, het datatype dat je in gedachten moet houden. We gaan dat nu eens testen, we gaan overgaan naar die Dodona-omgeving en we gaan daar een oefening maken. Exact die oefening met die november 10 en Twitch 20. Ik schakel nu over naar Dodona. Oké, ik zit hier in mijn Dodona-omgeving. En ik heb hier gecompliceerde voorwaarden, gelijk aan of niet gelijk aan. De opgave kennen we eigenlijk al. We zitten met een webshop en dan krijg je op het einde een vraag. Een vraag aan de gebruiker. We werken opnieuw met de inputfunctie. Die kan met november 10 en met Twitch 20 eigenlijk korting afdwingen. We kunnen slechts één code ingeven. Standaard leveringskosten bedragen €4,80. Voer het bestelde bedrag in. We bestellen blijkbaar iets van €50. En nadien voeren we kortingscode in. En die kortingscode zal dus die Twitch 20 zijn. Het te betalen bedrag is €. We gaan onze code eerst eens maken in de Papyrus-omgeving, want daar kunnen we die dan ook testen. We gaan starten met vragen naar het bestelde bedrag. Dus bedrag is gelijk aan een float en een input. En we vragen voer het bestelde bedrag in. We vragen naar de code, de kortingscode. En die kortingscode zal een eenvoudige input zijn. Geen float, geen integer, want het is helemaal geen decimaal getal. En het is ook geen geheel getal, maar een eenvoudige string. Voer de kortingscode in. Indien van toepassing. Voilà. Nu weten we, we gaan die voorwaarden moeten stapelen. We starten met if. Als de code gelijk aan is aan Twitch 20, wel, dan weten we, als dat gelijk is aan Twitch 20, dat we bedrag maal gelijk aan 0,8 kunnen doen. Want dan betalen wij enkel maar 80% van het bedrag, dus is die 20% korting eigenlijk al verrekend. 11. Als die code echter gelijk is aan november 10, dan is bedrag maal gelijk aan 0,90, 10% korting. Else, geen voorwaarde hier. Wel, bij else gaan we gewoon het te betalen bedrag moeten regelen, dus er zal hier geen code, geen korting zijn. Print. Je krijgt geen korting. Nu, mijn korting is verrekend. Nu moet ik nog mijn totaalbedrag kunnen natuurlijk printen. Print. Het te betalen bedrag is, ik ga opnieuw concateneren, bedrag plus 4. Als ik me niet vergis is het 4 of 4,80 euro. 4,80 als ik me niet, denk ik. Euro verzendingskosten. We gaan die eens testen. We gaan die debuggen. Run. Mijn bestelbedrag is 50. Mijn kortingscode, tweede vraag, is november 10. Mijn te betalen bedrag is €49,80. Klopt ook wel, want 10% korting op die 50, dan schiet nog 45 over. 45 plus 4,8 is 49,8. Checks out. Run. Ik voer besteld bedrag in €50. Kortingscode, geen. Je krijgt geen korting. Het te betalen bedrag is €54,80. Een laatste check, €50. En mijn kortingscode is Twitch20. En hoppa, ik krijg dus die 20% korting. Ik controleer nog eventjes mijn code. Het te betalen bedrag is €. En mijn leveringskosten, mijn verzendkosten zijn €4,80. Als dat klaar is, stuur ik dat eens door naar de autocorrect binnen Dodona. We gaan zien wat hij daarvan zegt. De computer heeft zelf 50 ingevoerd en Twitch 20 en hij heeft vastgesteld dat onze uitvoer volledig correct is. Voilà,
Bij de volgende lesvideo kijken we naar de laatste paar operatoren die erbij komen. En dat is AND en OR, waarbij dat we dus de voorwaarden nog ingewikkelder kunnen maken of nog sterker. Tot de volgende!